Ik ben een sprekend hoofd. Meer ben ik niet. Weinig van de wereld gezien. Maar wel de binnenkant van een gevangenis. Nou, ik ben weer vals, hoor. Ja, ze hebben allemaal onze duistere kanten. Ik voel me soms net een biefstuk op een gloeiende plaat. Oude mensen beroven bij een pinautomaat. Ze konden het lijden. Nee, ik ben te jong voor. Ik bedoel, ze zal snel genoeg merken dat ik enigszins gehandicapt ben, toch? Ach, Philippe, moet je nou ook niet gaan overdrijven, hè? Of moet ik zeggen, iemand met een beperking? Fysieke uitdaging? Is dat beter? Een challenge. Ja, in het Engels klinkt alles altijd meteen beter. Moet ik zeggen, fysieke eigenaardigheid. Een karaktertrek. Mondje open. Kom maar. 1, 2. Ben je gelukkig?